Eén momentje, ik ga zo live, maar ik moet heel even de deur open doen. Oh, daar was ik weer. Sorry jongens. Maar net op het moment dat ik live wil gaan, gaat de bel. DHL kwam. En die bracht een nieuwe lading papier en uh, inkt. Want dat had ik wel hard nodig. Ik ga even opzoeken op... Uh, hoe heet dat ding? iPad? Of mezelf zie ik ben buiten aan. Dan ben ik altijd dat ik even een beetje gerend heb. de was natuurlijk nog op slot. Nou, het ging even mis bij mij. En daarom had ik al gezegd van, jongens, het gaat niet door maar, want ik krijg met mijn iPhone, dat blijft mij een probleem om in uh, landscape te krijgen. Ik krijg altijd alles in portret. Dat zie ik wel meer mensen, maar ik vind landscape veel mooier. Dan zien jullie namelijk een veel beter beeld. Ik hoop dat het licht goed genoeg is. Ik kan heel even de lampen aanzetten om te kijken of dat beter is. Eén momentje, dan kunnen jullie dat zelf beoordelen. Ja, kijk maar eens, is dat beter? Ik. Uh... Lees heel even wat jullie zeggen. Oh, ik zie helemaal niks. Ja, gezellig, Agnes. Ja, voor iedereen gezellig. Is het beter met een lamp of een zonder lamp? Dit is met lamp. En dit is zonder lamp. Of maakt het bijna geen verschil? Uit is goed. Nou, dan laat ik lekker uit. Dat vind ik nog veel fijner. Want dan krijg ik niet al die uh, schitteringen. Ik heb hier wat uh, kaartjes neergezet. Jullie hebben gemerkt dat ik de laatste tijd heel veel met plaatjes bezig ben. Na al die jaren met kleuren, kleuren, kleuren. En verven en weet ik het had ik gewoon zin aan iets anders. En ik kwam boven een, nou een bak tegen met denk ik wel 500 kaarten leeg dan, hè, die nog bewerkt konden worden. Veel van 13,5 bij 13,5 en andere. En toen dacht ik van weet je wat, ik ga wat kaarten maken. Toen kreeg ik het verzoek van iemand die van of ik een paar kaarten over had. Voor een uh, doel, wat zij had. Nou, daar ben ik, uh, dik veertig 40 kaarten voor gemaakt. <coughs> toen mensen dat lazen, kwamen natuurlijk andere verzoeken. Dus ik ben intussen. die kaarten die ik allemaal maak, gebruik ik niet allemaal zelf. Die gaan deels naar goede doelen. En die worden dan verkocht. En van het geld kunnen ze weer leuke dingetjes doen. En dan denk ik, nou, ik kan door mijn. Ja, toch beperkte loopvaardigheden. niet zoveel ander goeds doen. Dus dan probeer ik het op deze manier. En toen kwam ik uh, die leuke site van Christie's Printables tegen. Ik denk, ja. Ik gaat ga ik niet in mijn totale tijdlijn zetten, want dan gaat iedereen ermee aan de slag. Ik wilde er graag speciaal houden voor jullie uit deze ruimte van mij. En intussen ben ik dus natuurlijk al heel lang bezig met al die, de al die kaartjes van, uh, van Christie. Ik denk dat jullie ze allemaal wel al kennen. Kijk, hier heb ik er eentje: dat lieve meisje. Dat heeft zijn hele serie heeft ze daarvan. En dan hebben we natuurlijk de koeien. De vlinders. Ik heb zoveel kaarten, dat wil je niet weten. Het is gewoon hartstikke mooi, want dan werken ze in 3D uit. En dan, weet je wat, nog een extra vlinder er bovenop. Dat heb ik met die vlinders gedaan die ik van de week aan jullie liet zien. Heb ik hier liggen, die kaartjes. Ja, ik heb nu het beeld op mijn iPad, dus ik moet even. Of op mijn laptop. Kijk, dit is het kaartje. Dat komt straks op die vierkante kaart dan. En daar heb ik hier dan allemaal weer uitgeknipte vlinders die er dan weer bovenop komen. Dit is niet de goede, maar jullie snappen wel, ik pak dan wel de goede daarbij. Leuk is dan om te gaan versieren met. Uh, die dauwdruppels, of die waterdruppels, of met glittertjes. En mensen die van veel bloemetjes houden, nou, die plakken er een heleboel bloemetjes op. Ik heb dat gehad. Ik heb jaren bloemen versleten, dat wil je niet weten. Boven liggen echt nog bakken vol in alle kleuren, keurig gesorteerd en alles. Maar ik doe er eigenlijk niks meer mee. Want weet je wat ik vind? Het wordt allemaal zo dik en zo, zo prutsig. Ik ga meer terug naar simpelere kaarten. Ik weet niet hoe het komt, maar ik vind dat net wat eleganter. En wat mooier. Ik weet dat het voor winkeliers niet zo goed is, want die willen zoveel mogelijk uh, verkopen, natuurlijk logisch, anders kunnen ze de winkel niet uh, in stand houden. En sommigen vinden het ook mooi, smaken verschillen. Maar ja, ik vind dit gewoon hartstikke leuk om te doen. Ik werk graag op de computer, had jaren geleden met die foto, uh, ja, Paintshop Pro heb ik meegewerkt, heb ik echt weer even mezelf helemaal moeten aanleren. Dus vandaar dat dit soort dingen ook allemaal ontstaan. Dan heb ik bijvoorbeeld bij die blauwe hier. En daar hebben we nog heel veel andere op. Want deze was ook zo leuk. Wie het kind in zichzelf bewaart, wordt nooit ouder. Nou, dan heb ik gewoon deze twee plaatjes heb ik gedownload. En die heb ik dus, zeg maar, op een, een lege achtergrond in die fotoprogramma geplaatst. En dan geschoven. En te klein gemaakt, groter gemaakt. En een mooie tekst gezorgd. En die weer op de goede plek gezet. En dat als geheel opgeslagen. En dat heb ik dan voor jullie weer op een A4'tje gezet zodat je het eigenlijk alleen maar hoeft uit te printen, dubbel te vouwen en eventueel nog de randjes een beetje bij te snijden. Dus dat is eigenlijk. Uh, ja, het is helemaal niet zo moeilijk. Hi Marianne, jongens, Marianne is er en die zit in Italië. Ze is nog net niet door al die <laughs> hagelstenen weg, uh, ge, ge, hoe noem je dat? weggevaagd, maar het is er wel erg. Um, Corrie, wat wil jij bloemen van me kopen? Nou, weet je wat het is? Ik krijg echt veel verzoeken van Dini. Zou je voor mij die plaatjes kunnen uitprinten? Ik zou het met liefde en plezier doen. Maar dan zit ik de hele dag achter die computer plaatjes te printen. Ja, en ik denk, ja, daar heb ik ook helemaal niet zoveel zin in. Ik heb, wat ik wel doe, en dat hebben jullie gemerkt, regelmatig verloot ik wat. En dan weet ik dat er honderd mensen die plaatjes willen hebben. en ik er maar twee blij kan maken. Maar ja, daar kan ik verder niks aan doen. Maar kijk eens in je omgeving. Of misschien zijn er hier in de groep wel mensen die tegen betaling de plaatjes voor jou willen uitprinten. Kijk, de bloemen die ik gebruik, deze kunnen jullie allemaal wat je hier ziet. Die kun je, deze dan in ieder geval kunnen jullie allemaal gewoon gratis downloaden bij Christie's Printables. Ik laat jullie zo meteen zien hoe je dat kunt downloaden. En wat ik hier gedaan heb digitaal, dus op mijn computer, kunnen jullie ook gewoon, als je ze uitprint, dan plak je ze er bovenop. Kijk, dat kan. En in Word kun je ook heel veel dingen nog doen als je de goede plaatjes hebt. Ik ga dat zo even allemaal uitleggen, ja? Ik heb, jullie hebben deze eerst allemaal denk ik al gezien, anders laat ik weer alles zien. Maar ik heb heel veel bakken vol. Ja, ik kan het nou niet laten zien, want ik ben net zo blij dat ik mijn uh, iPad of mijn, hoe heet dat ding? Laptop op de goede plek heb staan. Dus ik doe dit even allemaal weg. Uh, teksten trouwens. Deze bijvoorbeeld, wees je zelf, de rest is al bezet. Het zijn wel eens grappige teksten. Soms zijn ze heel serieus. Maar ik vind het ook vaak wel leuk om een beetje een grappige tekst te doen. Uh, die teksten, die staan allemaal, een heleboel, echt wel honderden. Kant en klaar op Word-documenten onder bestanden. Dan moet je een beetje scrollen. Als je bij mij in die groep, in de Dienst Creatieve Ruimte, kijkt in, bij bestanden. daar staan ontzettend veel dingen: kleurplaten van alles en nog wat. Wat bedoel je? Kant en klare bloemen die je niet meer gebruikt. Kaarten bedoel jij, Corrie? Of, of wat bedoel je met bloemen? Bloemen uit de tuin toch niet? Oh, Ria, gezellig. De rest kun je gewoon terugkijken. Maar Corrie, ik moet even duidelijk maken want wat jij, uh, wat jij bedoelt. Kijk, dit is prachtig, die hortensia's. Maar die heb ik allemaal neergezet. Dus wie kan downloaden en wie kan printen... die kan dit gewoon allemaal zo maken. Die, die downloadt dat A4'tje van mij. Als je niet zo handig bent met de computer, pak gewoon de pdf. Dat wil zeggen, op een pdf, als je dat afdrukt... blijft het precies op de plek staan waar ik het heb neergezet. Gebruik je een jpeg... Dus losse foto's of een Word-document nog beter. Dan kan je veel meer manipuleren. Dan kan je bijvoorbeeld zeggen, als je deze bloem groter wilt hebben, kan je dat in het Word-document doen. Die kleiner, dat kan allemaal. Maar heel vaak komen die Word-documenten heel raar tevoorschijn. Ik weet ook niet hoe dat komt bij Facebook, maar dat ziet er meestal niet uit zoals ik het eigenlijk bedoeld had. Goed, um, voordat, als jullie vragen hebben, gewoon tussendoor stellen. Mocht ik het vergeten, dan, uh, nou ja, mocht ik jullie de vraag niet lezen, dan moet je hem gewoon nog een keer stellen. Ik ben intussen even aan het lezen. Mag dat? Kijk, even kijken. Ik heb jullie lekker aangezocht, ja, dat merk ik. Ik vind het ook heel leuk. Want ik heb de ene wat ik gedaan heb, is dat ik jullie die Christy's Printables en nog twee of drie sites heb laten zien. Die, die Christy geeft dat allemaal gratis weg. Zij moet zelf wel betalen voor die plaatjes. Hetzelfde is wat ik nu aan jullie weggeef. Er is niks van Christy. Dat is allemaal. Oh, je ziet mijzelf hier. Ik doe gewoon mijn computer aan. <laughs> Anders dan zie je mij zo zitten met mijn kale hals. Um, even de computer aan doen. Kom op. Nou. Um, wat wil ik zeggen? Die ik jullie laat zien, die heb ik zelf gekocht. Dus ik heb een abonnement genomen op een site, waardoor ik dus met, uh, ja, dat heet dan comm nou, Commercial License. Dat wil zeggen, commercieel mag ik ze gebruiken. Dus ik mag dat gewoon. Aan jullie geven. Niet het één bloemetje wat zij zeg maar mij geven. Ik moet er iets mee gedaan hebben. Dus wat doe ik ermee? Ik maak er een achtergrond achter. Of ik, ik doe twee plaatjes over elkaar heen. Uh, ik zet er een tekstje bij. Dus ik zorg dat het iets veranderd is. En dat het voor jullie een printbaar iets is. Dus je zult voor mij niet. Uh, het plaatje wat ik gekocht heb van die mevrouw. van die site. Zal ik, kan ik niet rechtstreeks aan jullie doorverkopen. Of doorgeven. Ik verkoop niks, maar doorgeven. Dat mag niet, dat zit ja, dat zit allemaal lijsten en zo. Nou, dit is mijn zogenaamd bureaublad, dan moet je dat schoon houden. Nou, ik ben echt. Uh, bij mij zit er van alles op. Ik ga heel even naar uh, mijn um, bestanden. Nee, ik kan beter eerst heel eventjes wachten. Maar ik doe even naar, die, naar die, die sites waar je die dingen kunt downloaden. Dus ik ga naar het internet. Ik heb hem staan op de computer, dat zien jullie. hè. Ja, ik heb twee aliasen. Nou, dit ben ik zelf, goed zo. Gaan we naar Dini. En dan gaan we naar Google. Um, en dan ga ik naar Christies. Oh nee, moet ik moet naar Facebook, sorry. Nou, gaan we naar mijn site. Ik zie jullie daar. Dat is die zus die uh, vorige week afscheid heeft genomen. Die heeft nog een mooi afscheid gehad, jongens. Ze hebben zelfs een, een walk of fame gedaan. Waar haar eerste ster is haar steen. Wel <laughs> heel leuk. En dat is ons vera, mijn dochter, waar ik ook heel gezellig mee heb. Goed, dan ga ik naar mijn creatieve ruimte. En ik heb deze week heel veel nieuwe mensen binnengekregen. Sommige, ik wil hier dus geen winkeliers. Ja, sorry. Ik, nou, zit er nou toch hopelijk ook niet in. Winkeliers of demonstratrices of workshopleiders. Want ik merk zelf dat ik dat gewoon niet prettig vind. Want ik, dit is de, mijn eigen ruimte. Ik kan hier zeggen wat ik wil en doen wat ik wil. In de, maar op mijn dienst spraken moet ik rekening mee houden dat ik ook nog voor bedrijven werk en dat ik niet alles zomaar kan zeggen. Maar dit is gewoon de ruimte waar ik, Natuurlijk wel correct en netjes. Maar ik hoef me daar niet in te houden. Als ik een product niet fijn vind, zet ik dat hier gewoon neer. Dus begrijpen begrijp jullie, hier kan ik dus echt gewoon echt helemaal eerlijk zijn. Alhoewel ik altijd ik probeer zo eerlijk mogelijk te zijn. Goed, dan gaan we. Dat is mijn ruimte waarin ik nu dus ook voor je, met jullie hier bezig ben. Dan ga ik naar. Zoek op Facebook Christies Printable. Zien jullie het? Nou, daar is ze. Met al die leuke kippen. Zien jullie dat? Geweldig. Nou, hoe kom ik nou aan al die plaatjes? Nou, zij heeft hier bovenaan van alles en nog wat staan. Eén simpele manier, als jij niet geen Dropbox of een Google Drive hebt, dan moet je even wat, wat er moeite doen. Dan ga je naar media en dan ga je naar foto's. En dan ga je zoeken, want kijk hier. Heeft vanmorgen heeft ze allemaal unicorns heeft ze gepubliceerd. Nou, die kun je hier rechtstreeks naar jouw computer of naar jouw uh, iPad, zeg maar, uh, uh, naar binnen halen. Hier. Wat waren die ook alweer? Eekhoortjes of zoiets, hè? Ja, hoe je die dingen? Ja, toch? Nou, zo kun je scrollen en dan zie je iets van 8000 dingen heeft ze er staan. Onze foto's, kijk dan hier, mijn foto staat er ook bij hier. Maar je gaat dus helemaal, ja, scrollen, is veel werk. Maar als je geen drive hebt of geen, geen uh, Dropbox, zul je dit moeten. Moet je eens kijken, ik heb een ontzettend hekel aan clowns. Maar dit zijn toch schatjes? Moet je eens kijken. Dat vind ik lieve clowns. En dan doe je gewoon dit zo. En dan ga je door totdat je een leuk klantje vindt of meerdere vindt. En dan zeg je, oké, okay, nou die vind ik wel leuk. want die heeft een achtergrond. Ik ga er met mijn muis opstaan en ik klik met mijn rechtermuisknop. En dan vraagt hij mij, wat wil jij? In een nieuw tabblad opslaan? Ik zeg nee, ik wil hem opslaan. En dan krijg ik dit. En dan, nou, ik doe maar even gewoon op mijn bureaublad. Maak ik heel even een nieuwe map, zien jullie? En dan zeg ik bijvoorbeeld nou, hoe noem ik die nieuwe map? Test. FB noem ik hem even, omdat ik hiermee aan het werken ben. Ja? Goed, en dan klik ik op die map. En dan zeg ik dat ik dat plaatje wil opslaan. Je kunt dit nummer gebruiken, je kunt er ook bij zetten: Clown 1, Clown 2, dat weet je later voor jezelf. Kijk, als ik dit hier blauw maak, dan kan ik er zetten: Clown 1. Want die nummers zeggen jou later niks als je terug moet zoeken. Opslaan. Ja, dus dat klauntje heb ik nu op mijn eigen computer of op mijn eigen iPad. Ja, dat kan dus bij je iPad of je telefoon, komt die ook in bestanden terecht. Dat moet zijn, maar dat kan ik nou niet laten zien, want ik, zit, ik heb dit scherm voor staan. Ik heb drie dingen. Rechts staat mijn iPad, waar ik zie wat ik aan het doen ben. Uh, links staat mijn, uh, hoe heet dat ding? Mijn, links voor staat mijn laptop. En mijn telefoon heb ik om uh, dit op te nemen. Goed, dan ga je nog verder gaan Dan ga je nog meer clowntjes pakken wat jij wilt. Kijk, ze zijn wel gezellig. En ik vind sommige ook foei lelijk, maar goed, het is maar net waar jij lukt. Dit is ook een leuke. En dan, soms verschijnen hier bovenaan drie puntjes, maar dat zie ik nou niet. Wil ik hem groter, beter zien, dan heb ik hier nog een uh, vergrootglas. Zie je? Maar weer hetzelfde: rechtsklik, afbeelding opslaan. Ja, en dan zeg ik maar: ik doe maar even gewoon opslaan. Wat je ook kan doen, als jij al een Word-document open hebt staan dan doe je links klik en dan zeg je afbeelding kopiëren. Maar dat doe ik straks wel even want anders wordt het te veel tegelijk. Naar. Dit is bij die Christy als ik daar bezig ben, dan kan ik het zo allemaal zoeken bij haar. Zie dus jullie zien dat heel veel. Zij heeft altijd heel veel. Moet je maar eens kijken. En ga maar door. En zo komen de kippen en alles komt tevoorschijn, maar je moet wel geduld hebben en je krijgt een een scrollvinger, maar goed. Een andere mogelijkheid is, dus als jij zelf een uh, Dropbox hebt of een uh, Drive. Die kun je dus gratis aanschaffen. Hè? Dropbox en ook Drive gratis. De eerste uh, <coughs> beetje opslag heb je gratis. Ik zelf heb en Drive en, en Dropbox extra. Wat je ook kan doen, ga naar bestanden. Ja? nou doe je iets anders. En daar heeft zij ook van alles en nog wat staan. En dan van belang is vooral deze. Dit zijn, ja, cointag, boek, tutorial of zoiets. Dat zijn dan dingen die zijn gemaakt. Met de plaatjes. En die mag je alleen maar voor jezelf gebruiken. Maar hier heb je, je moet zoeken naar de commercial use folder. En commercial use wil zeggen dat jij ze mag gebruiken. Je mag er kaarten van maken. Je mag er textiel mee bedrukken. En dat mag je gewoon verkopen. En dan mogen zelfs winkels mogen dat doen. Ja, dus ik ga die hier even opdrukken. Dan komt hij hier tevoorschijn, als het goed is. Ja. Zie je dat? Google Drive Only. Oh, dit is alleen voor Google Drive. Uh, kijk. Hier klik ik op. En dan moet ik dat ding opslaan. Dan gaan we weer in die FB doen. Ja, je zegt zelf eigenlijk wel wat je doen moet, hè? Nou, dan ga ik hem weer opzoeken. Soms kun je hem ook opslaan rechtstreeks in je Dropbox. Dat ga ik zo even zoeken. Hè? Uh, oh, ik heb zoveel erop staan. Zien jullie dat? Nou, kom open hem. Dit was die. En dan zien jullie een lijst. Met allemaal ja, dingen die zij gemaakt heeft. Kijk maar. Elephants, cats. Die chickens vonden we zo leuk. Hè? Die gekke kippen. Dat heette Wacky Chickens. Zo heeft ze ook uh, gekke. Bij honden, geloof ik. Kijk. En dan opent hij een drive. Zien jullie dat? En dit is natuurlijk gewoon even iets moeilijker, maar kijk, dan heb je al die kippen. Met z'n drieën, met z'n vijven, alleen komen ze zo meteen ook nog. Kijk maar. Nou, wil ik die nou gebruiken, vanaf Drive of vanaf Dropbox? Die heb ik nog niet, zeg maar, in mijn eigen bestanden staan. Dan klik ik erop. Dus ik maak hem blauw. En dan zeg ik hier: downloaden. En dan gaat hij hem even scannen op virussen, zie ik. En dan zegt hij: Waar wil jij die opslaan? Nou, hier op FB. En dan zie je dat hij niks erin heeft. Staan. Dan komt dat dit een PNG-image PNG is. Dat wil zeggen, dat is een plaatje zonder een witte achtergrond. Dus dat is puur dat plaatje. Die heb ik het liefste. Want als ik een achtergrond heb en ik wil daar dat plaatje opplakken, dan is dit de fijnste. Dus ik sla hem even op. Dan kunnen we die straks gebruiken. Ja? Nou, even kijken. Wat hebben we nog meer? Nou, dat waren de kippen. Maar je kunt dus gewoon terug. En dan kom we weer bij allerlei andere. Nou, pak ik even bloemen. Kijk, nou, alle bloemen die zij allemaal heeft. Duurt even natuurlijk, want het moet allemaal geopend worden. Vinden jullie zoiets zou je dus kunnen gebruiken voor zo'n plaatje wat ik had gemaakt met die Hortensia's of zo. Weer hetzelfde verhaal blauw maken. Downloaden. Scannen op virussen. Dan nou, weet ik of dit een PNG of een. Is ook een PNG? Ja, dat is een portable image. Dat wil zeggen, die, ja, die kun je overal op alle apparaten gebruiken. Die heb ik liever dan een JPEG. Nou, kijk, ze heeft veel meer bloemen. Bloemen met achtergronden. Echt heel mooi, hè, jongens. Waarom moet je dit maar eens kijken. Daar hoef je eigenlijk al weinig aan te doen, hè? Kijk maar eens. dit is eigenlijk al een prachtig plaatje voor, uh, voor een kaart. Maar dat kan ook heel erg mooi voor in je journal. Ik ga intussen heel even kijken wat jullie allemaal zeggen en vragen. Niet zoveel. Oh, bloemen voor op kaart. Ja, ik heb, uh, dat bedoel, die jij niet meer gebruikt. Oh, jij bedoelt als ik het plaatjes over heb. Ja, ik heb bakken vol, maar ik ben nog niet zo ver. Dat, die ga ik binnenkort wel een keertje of of verkopen. Dat ga ik wel een keer doen, maar ik ben nu nog zo bezig om het allemaal te maken. Even wachten, mijn muis doet het namelijk nou niet op die plastic ondermat hier. Goed, ik ga even verder. We hebben dus wat gedownload. Nu op twee manieren, hè jongens. Je, eerst bij de foto's van haar, of je doet het uit bestanden. Dat laatste... Is wel makkelijk, want als jij een drive hebt, of je hebt een Dropbox, dat is een opslagplek, zeg maar, in de cloud, dus in het internet, dan staat jouw computer niet zo vol. Nou, heb ik zelf graag dat ik gewoon allemaal lekker dicht bij de hand heb. Dus ik heb bak heel veel op mijn computer staan. En dat is op zich helemaal niet zo erg. Dan uh, ga ik daar wel een keer wat meer vermogen in doen, of zo, of geheugen, of hoe heet dat. Goed, we hebben plaatjes. Nou, die hebben we gedownload. Ikzelf heb ook nog andere sites waar ik dingen van download. Dit was Christy. Ik heb... Um, even dicht doen. Ik laat te veel openstaan. Zien jullie dat? En Dat zijn dus die vrouwtjes. Ja. En als je iets zoekt bij haar, heb je hier een vergrootglas. En honderd keer staat er een vraag. Waar vind je die chickens? Waar kan ik dat vinden? En dan denk je, ja, kijk dan even zelf. Sorry, ik mag niet vloeken. <coughs> um, bijvoorbeeld uh, chickens. Ik wil kippen. Zoek ik chickens. Enter. Nou, zij heeft leuke kaarten gemaakt met kippen. En zij ook wat. En hier heb je dus haar hele 51 van deze kippen. Dus wil je een paar kippen downloaden, dan kun je gewoon daar intypen. Chickens, wil je... Het is wel Engels, hè? Dus als je koe intypt, dan krijg je niks. Maar doe je kou, dan krijg je wel wat. Dus ja, ja mensen vinden dat wel moeilijk met Engels, maar ja. Anders doe je even op Google vertalen. Dan, kun je wel, dan weet je wel wat, hoe iets zeg maar heet. Goed, dit hebben we gedownload. Dat doe ik even weg. Daar gaan we nu even iets mee doen. Ik open een Word-document. Nou, Word kennen jullie misschien wel. Je hebt ook Word op de iPad, hè? Als jij een abonnement hebt, dan kan je hem ook op je iPad kan je hem openen. Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik dat wat onhandig vind. Ik heb wel wat moeite op dit moment met Word, want ik kan geen twee bladzijden op de een of andere manier krijgen. Ik ben zo lang eruit geweest dat ik. ja, eigenlijk niet eens meer precies weet hoe Word werkt. Vroeger dan zat ik. Ik had daar zeggen, van s morgens negen tot s avonds drie achter de computer met Word. Te, boeken te schrijven, en programma's te schrijven en examens te maken. Maar ik vind het nu wat lastiger. Goed, dit is mijn Word-document, hè? Dat opent zo. Dan begin ik zelf altijd eerst met indeling, want ik wil. Niet zulke hele brede randen, want ik wil mijn plaatjes zoveel mogelijk op één A4'tje hebben, want dat is gewoon wat goedkoper, hè. Dan ga ik naar marges. Zie je dat? Dan kan je twee dingen doen. Dan kan je zeggen, smal. Dan heb je toch nog een klein randje. En dat kan als jij weet dat jou, bijvoorbeeld, dat je de twee van 13, 13 bij 13 ook moet hebben. Maar als ik bijvoorbeeld echt grote rechthoekige plaatjes wil hebben voor A6 of voor iets groter dan A6, dan wil ik helemaal geen marges. Want mijn printer pakt vanzelf nog marges. Dus ik druk weer op marges. Ja, marges, jullie weten wat het zijn. Dat zijn de witte randjes boven en onder. Nou, mijn computer, die is het. Kijk, hij geeft het op. Hij denkt, die niet. Het is mooi met jou. Hij gaat zo wel weer aan de slag, hoor. Bij deze bijvoorbeeld. Even zo. oh Die waren leuk, hè. Daar heb ik dus uh, heel, heel weinig marges gebruikt. Want ik wilde die zo groot mogelijk hebben. Hier heb ik dus ook die koeien. Dat was een losse koe. En daar daarachter was een, um, hoe heet dat? Een achtergrond. Ik zal je straks laten zien hoe ik die gemaakt heb. Goed, hij doet het weer. Hij is af en toe een beetje slom. Aangepaste marges. Nou, dan zeg ik hier gewoon nul. Een <laughs> beetje onhandig werk, want ik moet onder mijn, tele onder mijn telefoon door. Nul. Allemaal nul. Oké. Okay. Dan zegt hij: Ja, ik negeer dat gewoon, want ik weet dat het goed komt. Wat ik nu vaak doe, is dat ik zeg: van oké, okay, ik sla dat op als een bestand. Even kijken, ik ga hem in die nieuwe map, hè? want dat was gewoon mijn, uh, mijn map. En dan noem ik hem leeg zonder marges. ik iedere keer dat, 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 dat kunstje doen wat ik net deed: leeg zonder marges. Ga ik te snel, dan hoor ik het graag, hè, jongens. Dus ik. Uh, ik lees wel. Nou, die is voor jou gelukt. Goed zo. Even kijken. Jullie kunnen het volgen. Oh, hamsters, Marianne, ja, wat stom van mij. Ik weet niet wat voor beesten er waren. Maar ik kom, dan ben je bezig hier en dan is het toch altijd wat lastiger dan wanneer je gewoon zit te kijken. Nou, heel veel mensen kijken weer 38. Hartstikke leuk. Goed, ik heb dat opgeslagen en nu ga ik het gebruiken. En dan ga ik iets. Ik wil de foto's op hebben, hè? plaatjes, invoegen. En ik wil een afbeelding invoegen. En dan zegt hij: hé, hey, waar, waar staat die afbeelding? Niet online, niet van stock. Ja, Stok dat betekent van schitterende stokken zo, maar hij staat op dit apparaat. Ja, en dan moet ik even wachten. En dan gaan we kijken, waar stond hij ook alweer? Hij stond, weet je nog, in dit van FB. Nou, we gaan de kip pakken, hè? En ik doe maar eerst even alleen de kip. Goed zo. Nou, dan komt hij er als een A4 uit. Zien jullie dat? Dus als je nou gaat printen, dan krijg je een hele grote kip. Mag hoor, als je dat fijn vindt. Om die kip en de volgende plaatjes beweegbaar te maken, op mijn achtergrond zien jullie hier een boogje. Dat lijkt zo'n regenboogje, maar dat is zonder kleur, zwart regenboogje. En dan zeg ik, ik zoek meestal deze, die rechts daar, dat is transparant. Dat wil zeggen dat ik hem alle kanten op kan bewegen. Ja? Goed, nu is die hier bovenaan zie je dat die 30 bij 20 centimeter is, dus echt bijna een A4. Ik denk dat dit zo wat een, ja, in Amerika hebben ze meestal dat letter is dus iets anders. Nou, als ik hier nou vier plaatjes op wil hebben, dus voor een ruime A6, dan moet die ongeveer, want een papier is 30, mag die maximaal 15 en ietsjes marges, dus dan meestal doe ik hem maar 14,5 hoog. Zien jullie? En dan klik ik op enter. En dan krijg ik het plaatje op deze manier. En omdat ik hem los heb gemaakt, kan ik hem alle kanten op bewegen. Zien jullie? Ik kan hem neerzetten waar ik wil. Ik zet hem zoveel mogelijk in het hoekje. Goed, dan ga ik een andere openen. Weer een afbeelding. Ja, doe maar wat. Deze clown bijvoorbeeld. Ja. <kijst> nou, wat ging je ook alweer doen? Weet je nog? Die, die regenboog die komt op het moment dat ik dit uh, selecteer, dan krijg je al die zijkantjes. En dan komt die regenboog. Ja? Dus nou, selecteer ik deze, gaan weer losmaken van de achtergrond, want dat is wat de meeste mensen last van hebben. Dat ze zeggen: kan die plaatjes niet bewegen? Die schieten alle kanten op. Nou, dit moet je altijd eerst doen. Dus hier rechts van de zes dingen pak ik rechts transparant en ik ga deze ook weer 14,5 doen. Ja, een zes is dit uh, 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 vijf, yes? Enter. Nou, wat zie je gebeuren? Je staat er boven. Ik denk: oh, mijn plaatjes weg. Nee hoor. Hij is niet weg, hij zit hier, hij zat eronder. Zie je? Die zit hier naast. Goed, dan gaan we nog eentje doen. Nog eentje. <coughs> ik pak nou dit klantje en dan ga, wil ik da die doe ik ook weer losmaken. En die dan zie je, ik zet hem even wat hoger. Dat dit een andere afbeelding is. Hij is vierkant. Zie je dat? Maar ik wil hem niet vierkant. Ik wil hem juist rechthoekig. Ik kan dat witte stukje hier kun je eraf halen. En dat doe je als volgt. Kijk, als ik dit doe. Dit, dan krijg ik een heel smal klantje. zie je dat? Dit ik vroeger wel eens als ik foto's bewerkte. Ook zei ik al tegen Annie: van, uh, Wat wil je, van maar 50 zullen we 42 maken? He, mag het een onsje, <laughs> een paar kilo's minder zijn? Even kijken. Goed, dan heb ik jullie gezegd. Ik was aan, de, ja, aan het lezen even, want kun je kunt bijsnijden. Zie je dat hier staan, bijsnijden? En dan klik ik hier op bijsnijden. En dan krijg je hier van die zwarte balletjes. Ik hoop dat het te zien is voor jullie. En dan moet je zorgen dat het balletje zo... Zie je? Oké. Okay. En ook aan deze kant dit. Veel plaatjes hebben ontzettend grote randen eromheen. Ik moet hem hier dan weer even op 14,5. Ik denk die iets breder is dan de anderen. Maar zie je, nou kan ik hem dan in ieder geval hier kwijt. Ja? Dat is deze. Nou, als ik er dan nog eentje invoeg, moet ik even een hele smalle zoeken, want deze is wat breder dan de andere, dus die zou je ook gewoon op het oorspronkelijke formaat kunnen laten. En dan doe je er maar drie plaatjes op. Als je nou wat gedaan hebt en je denkt oh, nee, dat is toch eigenlijk niet wat ik wou? Nou, wat doe je dan? Ga hier naar het plaatje toe, accentueer het weer, en dan heb je bij Word hier boven van die pijltjes, zien jullie dat waar ik heen ga? Helemaal linksboven. Ja? Dat pijltje. Even kijken of ik het kan zien zelf, ja. En dat pijltje zegt van ongedaan maken, dat was het verplaatsen. En nou heb ik hem weer op het oorspronkelijk formaat, zien jullie? Maar dan moet hij wel wat kleiner natuurlijk. Dit ging even niet goed. Want hij was nog geaccentueerd. Moet ik hem eerst weer gewoon doen. Accentueren. Hoe groot wil ik hem? Nou, 14,5 was het maximum wat we konden doen, hè. Dat is best groot voor zo'n plaatje, maar goed, dat maakt niet uit. Kijk, hier. En dan zou je hier bijvoorbeeld nog wat tekstjes naast kunnen doen, want ik probeer meestal, ach, ik gebruik helemaal niet zo duur papier, maar zo zuinig mogelijk met mijn papier te zijn. Welk papier ik gebruik, daar wordt veel gevraagd. Ik zal heel even de deksel van de doos laten zien, maar er zijn meerdere soorten hoor. Ik ben allerlei andere papieren nou aan het uitproberen. Ik gebruik deze. Even kijken. Van 1, 2, 3, 1. High color fotopapier. En dan hebben we verschillende maten. Dit is de 125. Wil ik er een klaar meteen een kaart van maken, dan pak ik 180. En is het alleen maar een heel dun uitknipplaatje, dan is het 90. Maar je kunt ook zeggen: ik pak 120 en daar gebruik ik voor alles. Wat heel mooi is, is om te printen, jongens, op canvas. Hè? Even zoeken waar de kaarten zijn. Misschien kun je het bij deze heel goed zien. Even kijken, ja, het is een beetje moeilijk, maar misschien hebben jullie het wel kunnen zien. Het canvas is mooi, het linnenpapier is mooi. Uh, heb je ander papier met structuur, probeer dat gewoon dus Het hoeft niet altijd golfkarton te zijn. Dus papier met een structuurtje is hartstikke mooi. Uh, inkten, ook nog heel even zoiets. Ik had altijd de Epson inkt. Ik heb een Epson printer, Workforce 48, Workforce Pro of zoiets. Bevalt me op zich prima, die heb ik gekocht omdat de zwarte inkt daarvan watervast was. Dus als ik een print maak op aquarelpapier kan ik gewoon aquarelleren zonder dat mijn inkt uitloopt. Toen had ik dat besteld bij 123 Ink en toen werd ik gebeld. Ze zijn nogal agressief daarvan aan de telefoon. Of waarom ik hun inkt niet gebruik. Ze nou, omdat ik daar geen garantie heb dat het watervast is. Hij zei, ja, die is watervast. Ze zei, nou, dan mag je iedereen sturen, maar ik wil mijn geld terug als het niet zo is. Nou, en die is inderdaad ook watervast. Maar intussen kreeg ik van iemand anders, wat ik heb. Als ik een set koop van drie kleurtjes en een zwarte, dan ben ik 78 euro kwijt. En toen zei je mevrouw vrouw, ja, maar ik heb het veel goedkoop en die is ook hartstikke goed. Dus dat ben ik nu aan het proberen. Dat is van Voordeel Ink of zoiets. Die was 56 voor vier kleuren. Ja, ik doe daar heel lang mee hoor. Ik heb daar echt heel veel vellen mee uitgeprint. Ze zeggen dat een uh, printer met een tank, weet je wel, met zo'n zo tankjes gevuld, dat dat nog beter is. Dat kan ik misschien gaan doen... Uh, kan ik misschien gaan doen als deze open is, maar goed, ik doe het voor eerst dan met deze. Ja, canvaspapier, uh, Ainsla, is een tijdje uitverkocht geweest. De doording had het niet meer. Ik heb gisteravond nog nagekeken bij Crafty Motions. Is hij weer volop op voorraad? En het valt reuze mee. Ik denk dat die 30, 35 cent per papiertje is. Nou, als je er dan op print, dan heb je toch voor weinig geld een mooie kaart. En dan kan je zelf nog van alles en nog wat bij uh, plakken en prutsen en weet ik het veel, toch? Ikzelf ben, uh, wat ik jullie al zei, uh, niet zo van ontzettend veel toestanden erop. Goed, dit, zo doe je dus. dus. als je dit nu klaar hebt, dan zeg je van oké, okay, bekant. Ja, omdat ik al een, uh, een naam aan had gegeven, dan zeg ik hier FB1. Dit was mijn eerste test. Ja, en die zit in de nieuwe map. Nee, dat moest niet. Nou ja, maakt het niet uit. Moest in de FB-map. Maar, maar dat maakt het allemaal niet zo uit. Dus dan zeg je dat je hem opslaat. Wat doe ik nu? Want als ik dit, dit nu zo bij jullie op Facebook zou zetten. dan krijg je heel raar beeld. Ik zal het eens doen. Dus ik ga terug naar Facebook. Naar is Ruimte. Dat is echt computerles, jongens. Dat heb nog nooit gegeven. Ja, ooit een keertje. ook zoiets met Word gedaan. Ik zal zo even die foto laten zien dat je ook, kunt, uh, ook in Word uh, plaatjes over elkaar heen kunt plakken. Dan ga ik naar Dini's Creatieve Ruimte. En dan zeg ik bestanden. Bestanden. En dan zeg ik het bestand. Kijk, hier staan ze allemaal, hè, van gisteren en van de dagen ervoor. Moet je maar eens kijken hoeveel. Allemaal plaatjes. Voor de kerst, Elfjes, Beach, Grandma, die zijn leuk, hè. Die oma's, want ik heb die mijn zus ook gestuurd. Zo'n hele leuke kaart. Waar ze aan het strand ligt toen met haar met pensionering. Kijk, schattig, een fijne vakantie. Dus die plaatjes had ik zelf gemaakt en daar had ik al tekst op gezet. Dus je hoeft alleen maar wat leuke dingen. Geniet van het leven, het duurt maar even. Nou, dit is natuurlijk een geinige Beach babe. He, Voor iemand die lekker uh, veel aan het strand zit, graag bruin is. Er zijn zoveel leuke van die oude oma en opa plaatjes. Uh, nou, testvel, oefenblad voor kleuren met kopix. Winterquotes bijvoorbeeld. Dus dat zijn allemaal, allemaal tekstjes. Dit zijn allemaal tekstjes. Gezegd dus, nog veel meer quotes. Zie je dat in allerlei lettertypes? Moet je eens kijken wat ik al veel heb. Uh, gedaan voor jullie. Oké, okay. ik ging hem op de. Uh, uploaden. <laughs> sorry. Uh, gaan we even zoeken. Volgens mij stond hij bij nieuw. Ik heb het allemaal niet zo. Waar is die? Niet bij FW. Nee, ik had hem in een verkeerde map gezet, sorry. Waar is die nieuwe map dan nou? Heb je het door? Dat ik het dan niet kan vinden. Oh ja, hier staat hij. FB1. Oké. Stand voor. Oh sorry, sorry. Wat je moet doen, en dat geeft hij vanzelf aan hoor, als je iets fout doet. Hij zegt je moet hem eerst opslaan of of. Uh, leer, uh, hoe is dat nou? Wegdoen, want als hij nog gebruikt wordt in Word kan ik hem niet uploaden. Nou, ik ga opnieuw. Um, mm, mm, mm. Nou, ik ga het standaard naar afdruk toe bij mij. Nou, die ga ik nou uh, uploaden. Ik zeg plaatsen. En dan gaan we zo eens kijken hoe die eruit ziet. Nou, meestal ziet het er niet uit. Dan moet ik heel even mijn pagina vernieuwen. Dus dat doe je hier bovenaan. Zagen jullie dat hier bij dat, bij dat uh, gevalletje hierboven? Ik doe even een beetje op en neer met mijn uh, muisje, dan zien jullie het. Nou, FB. Gaan we kijken, dan moet je hem, oké, okay, nou kan ik hem opslaan. Doe maar even hierop. Ik heb hem als dus ik moet straks wel even alles weer schoonmaken, want denk ik overal dingen te staan. Dus nu ga ik kijken hoe die tevoorschijn komt van mijn dingen af. Even kijken. Zie ja, nou. <laughs> zie jullie? Hem? Oh, een rompeltje heb ik er ook van. Ik zie hem niet eens. Even opnieuw. Goh, ik ben wel een klorio. Ik ging hem opslaan, hè. Nou, hij staat toch op mijn bureaublad. Mag... Maar goed, ik ga even zoeken. Even zoeken. Want ik wil kijken hoe die er. Nou, als ik dan nou zeg wijze, dan moet die toch tevoorschijn komen. Zit nog boven. Zien jullie hem? Ik ben nog zo blind. Nou, dit laat ik even zitten, want ik zie hem niet. Wat raar. Hij zit hier toch niet in? Ja, hij zit hierin, wat stom. Kijk. Oh, waarschijnlijk ziet hij er goed uit. Nee, hey, dit keer zag hij er goed uit. Meestal verspringt hij dan heel erg. Maar als hij er goed uitziet, is er niks aan de hand. Maar om dit zeker te voorkomen, doe ik het volgende. Dan zeg ik een kopie opslaan en dan ga ik hier. Zie je, staan Word-documenten? Hier zo. Hieronder. Ja? En dan ga ik hier aan dit pijltje trekken. Want hij vraagt: In welk formaat wil jij hem opslaan? Nou, dan zeg ik: Ik wil hem in een PDF opslaan. Zie je dat? Opslaan. En dan komt dit voorschijn. En dan zegt hij: Verbinding maken met de printer. Want een PDF is eigenlijk hetzelfde als printer. Zeg ik annuleren. Ik hoef niet naar de printer. Ik wil hem gewoon zien. Kijk. En dat krijgen jullie dan te zien. En als jullie nou hier gewoon rechts op het afdruk uh, of symbooltje drukken. Goed kijken. Want mijn printer schiet ook vaak op zwart-wit. Dat je wat kleur hebt. Dit is mijn printer. Zien jullie dat? Nou, dan kan ik hieronder zeggen. Afdrukken. Ja, zie je er? Dus zo doe ik het op deze manier. Ik ga jullie nu even laten zien hoe je ook in Word plaatjes over elkaar heen kan plakken. Ik gooi dit er even uit. Dan heb ik mooi die grote. Dat plaatje over elkaar heen plakken doe ik zelf in een foto bewerken. Dat ja, kan ik je nu laten zien, maar ik denk niet dat het weinig zin heeft. Maar dan moet je zelf ook zo'n foto bewerken. Ik heb PaintShop Pro. Er zijn ook andere hoor. Er zijn hele uh, gratis. Fotopedia heet die, geloof ik. En daar kan ik zo mooi krasjes um, zeg maar, op mijn plaatje doen. Dus een beetje verouderen. Dus ik zit te kijken of ik een. Hier heb ik zo'n verouderd plaatje. Even kijken of je dat kan zien. Je ziet hier allemaal van die krasjes. Zie je dat dwars over de bloemen heen? Dus daar kan ik allemaal die krasjes uh, erop zetten. Ik ken dat programma nog niet zo goed. Daar zijn ook verschillende Engelse tutorials voor op, op YouTube. Maar het heet dus Foto. En dan Foto met P-H-O-T-O. -O, en dan P-A, P-E-A. En dat is dus een gratis programma. Even downloaden. En dan kan je ook van alles en nog wat ermee doen. Ik ga hem nu even. Uh, uh, eerst FB openen. <laughs> ja, dat klopt. Dames, ik was even van het, van het paadje af. Ik ga invoegen. Ik wil nu eerst een achtergrond hebben. Goed, dan ga ik nu heel even naar een. De plaatjes die ik zeg maar allemaal koop. Um, dus niet meer naar die van. Uh, dingetje, van Christie, maar naar die van. Ja, die eigenlijk nou van mezelf zijn. Nog even zoeken, waar zijn ze? Nou, ik heb allerlei uh, rubrieken. Nou, gaan we naar de backgrounds, gaan we naar de achtergronden. Nou, zoveel achtergronden heb ik hier. Zie je dat niet? <laughs> En dat zijn de verschillende. Uh, ik weet niet wat dit is. Ik ga eens kijken wat dit is, of dit mooi is. Oh, daar zit niks in. Ook handig. Dan gaan we even verder. Waarom daar niks in is, dat snap ik ook niet. Lavender Delight. Nou, dit zou ik bijvoorbeeld kunnen doen. En dan. Ja, ik vind het een beetje simpel. Een beetje te grungy. Ik wil een mooiere gekleurde hebben. Colorful. We gaan lekker een alcohol ink achtergrond doen. Nou, dientje. Kom op. Damask. Damask, zeg maar. Ik pak maar wat. Kijk, oh, die heb ik, heb ik ook al een paar meegemaakt. Het zijn hartstikke mooie achtergronden. Goed, ik pak deze. Nee, deze. Goed. Daar is die. Lekker groot. Ik ga hem vast even weer losmaken, weet je nog? Nou, en nou wil ik hier iets op hebben. Als ik hier nou iets op wil hebben, dan heb ik een PNG-afbeelding nodig. Het kan met een andere. Ik zal, ik zal het zo beide laten zien. Um, dan ga ik terug hier. En dan ga ik naar bijvoorbeeld bloemen. En dan bloemen die vers. Oh hier, leuk, die magnolia's, hè? Zijn toch wel leuk om daar op te zetten? Ik doe een pot magnolia's erop. Nou, hier zijn de magnolia's. Jullie zien hieronder, zie je nu dat, dat regenboogje. Dus daar moet ik nou op klikken. En zeggen van, hé, hey, ik wil jou vrij hebben. En dan kijk, dan heb je hier mijn magnolia's en nu kan ik ze bewegen. Dan zie je dat deze hartstikke groot zijn, die magnolia's. En dat ze heel veel... Witruimte om zich heen, want hier zit pas dat dingetje. Dus wat ga ik nu doen? Ik ga heel even weer, weet je nog, um, bijsnijden. Bijsnijden. Dit. En vooral hierboven wil ik een stuk van dat plaatje af hebben. Ze hebben zoveel witruimte omheen, dat hoeft helemaal niet. Dan kan ik hem namelijk niet hoog genoeg krijgen. En deze doe ik zo. Zijkanten laat ik zitten. Goed. Nou ga ik mijn plaatje verplaatsen. Nou, je ziet dat dit wel erg groot wordt, hè? Zo. Maar doordat deze dus geen achtergrond heeft, kan ik hem gewoon op mijn achtergrond plaatsen. Wat ga ik nu doen? Ik ga mijn plaatje kleiner maken. Dus ik ga hem weer accentueren en ik ga naar de linkerbovenkant of rechterbovenkant of onder. Ik kan het met centimeters doen, daar rechtsboven, weet je nou? Met die cent maar ik kan ook dit doen, dat ik het gewoon optisch doe. Hè? Dat ik denk, nou, zoiets mag die wel zijn. Ja? Nou, als ik dit nou uh, opsla, dan kan ik dit zo zeg maar printen. Ik kan ook zeggen van nou, ik ga het, uh, ja, ik ga hem gewoon zo opslaan. Ja? Nee, ik ga hem niet opslaan. We zitten naar het kletsen. Ik ga hem heel even iets kleiner maken. Want zo kan ik hem niet printen. Ik ga hem nou op maat maken voor mijn, uh, als printer. Als printobject, zien jullie dat? Ik wil hem hebben dat hij, uh, dat er twee op kunnen. Dus 14, zoveel. 14,5 gaan we doen, de achtergrond. Had ik beter eerst kunnen doen. Nou, ik doe dit niet vaak op deze manier, maar om, voor mensen die geen fotobewerker hebben, is dit wel makkelijk. Dus ik zoek altijd naar PNG-plaatjes. Dus niet JPEG. Ik zal het zo laten zien met een JPEG. Dit mag nog ietsje kleiner, vind ik. En dan moet ik hem verschuiven. Ik wil hem in het midden hebben ongeveer zo. Oh, deze mag ook weer mee. Je ziet, ze zijn niet echt aan elkaar vastgeplakt. Maar als ik ze print, dan zien ze er wel zo uit. Dus nou kan ik, ik kan eventueel nog een tekstje boven doen, of ik zou er nog een vlindertje bij kunnen doen. Zal eens kijken of ik dat nog kan vinden, een vlinder. En zo maak ik zelf eigenlijk mijn plaatjes. Zien jullie dat? Oh. Ja, je kunt ook iemand anders vragen. Vaak zijn de kinderen daar heel handig in. Of heb je wel kinderen die een printer hebben? Dan, dan zou ik het gewoon daar vragen. Kijk, maar ik heb zoveel volgers. Als ik zeg tegen mensen... Um, ik print wel voor jullie. En ik bedoel, het kost 2 euro, ik noem maar wat, per vel of 1,50 ja, weet je, dan zit ik heel wat dingen te doen en ik denk, ja, ik ben nog geen productiebedrijf. Ik doe liever dit, dat ik jullie nieuwe dingen geef en doe, en verloot, dan dat ik dat doe. Ik zie dat, uh, Ria, jij hebt een Epson-printer met Ecotanks. Ik heb daarna gevraagd, maar ja, bij dat bedrijf zeiden ze van, ja, die lopen vaak vast en weet ik wat meer. Maar ik geloof daar allemaal nooit zo, want ze verdienen natuurlijk meer aan mijn cartridges dan aan die vier flesjes van jou voor 33 euro. Dus is het is altijd lastig hoor, jongens, wat, je nou, wat nou wel goed is en wat nou niet goed is. Gewoon, je moet eigenlijk dit gewoon proberen. Je moet er wel tijd voor nemen. Als je geen tijd hebt, ga alsjeblieft dit niet proberen, want dan word je er nerveus van en dan begin je een beetje te, te mopperen. Tenminste, ik wel. Open, blijf dan los van elkaar. Tony, ze blijven los van elkaar. Dus ik zou nu, heel even, Tony, 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 vrij. Ik ga nog een andere pakken. Even zoeken, ik pak deze. Ik kan zeggen van hallo, ik vind deze mooier. Ik had die wel opzetten, maar ik ga deze even weer losmaken. En ik zeg. Even weg naar beneden jij. Hebt. Nou. Oh ja, ik heb hem. Even kleiner maken zo. Ik zeg nou die. Vind ik niet mooi. Die gaat eruit. Die leed. Nou, Dan heb ik plek voor deze. Maar op het moment dat ik volgens mij, als ik ze eenmaal. Oh nee, ook al heb ik ze geprint of opgeslagen, dan blijft dit nog voor jou mogelijk om het op deze manier te doen. Zie je dat? Nou, heb je een andere. Nu wil ik weer um, invoegen. Afbeelding. Apparaat. Ik ga weer naar een uh, mooie achtergrond, een andere. Oh, dat is helemaal gemaakt, de kaart, dat moet ik niet hebben. Background. Hmm. Ah, misschien is het allemaal te veel, jongens, dan kijk je het gewoon een andere keer naar, hè. Wat is dit? Oh, een hele bont, hè. Nou, toch maar even. Even gewoon gek. Dit. Dit. En nou moet je eigenlijk meteen even hier 14,5 van maken. Of als jij hem heel groot wilt hebben, dan doe je hem gewoon op A4. Hè? Oh, centimeter meter. Want dat wordt een meter. Kijk, die zet ik hier neer. Die kan er nog net onder. Waarom past die niet? Omdat ik mijn marges nog niet heb aangepast hier. Dus even kijken. Indeling. Marges. Smal. Nee, is niet goed. Ik moet toch mijn had ik mijn vel kunnen pakken, hè? wat ik al kant en klaar had. Maar goed, ik doe gewoon even weer nul. 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 Kijk, en bij dit is het net als bij allerlei andere dingen oefening waard kunst. Hè? Als je daar gewoon lekker de tijd toe neemt. Ja, ik zit daar heer, Ik neem de... Hoe heet dat? De iPad. Nee, laptop heet dat, hè. Heb ik gewoon op schoot bij de tv. En dan zit ik heerlijk te prutsen s Moet je kijken wat een leuk kaartje dit is. Goed, dan hebben we deze. Nou past die mooi. Zien jullie? Nou, dan moet ik nog een plaatje hebben. Ik ga nu laten zien wat er gebeurt als ik een plaatje pak met een uh, een, een peg plaatje Dus een plaatje met een achtergrond. Ik oh, klik van alles, maar niet wat ik klikken moet. Ik ga even naar die. Wat uh, is Christy? Oké. Okay. En dan gaan we bij Christy. We nemen gewoon zo'n kip, hè? Dit zijn de kippen. Ja, en de. Of wat, dan hamsters, zeg maar Jan? Zal ik zo'n hamster pakken? Oh nee, die vind ik wel kleurig. Hé, hey, weet je wat? Ik pak een... Uh, die zijn zo leuk. Uh, hoe heet die nou? Flamingo. Jongens, sorry. Maar die is ook lekker kleurig. Dan zeg ik invoegen. En die flamingo heeft heel veel om zich heen. Zien jullie dat? Dus dat blijf je houden. Dat kon je... Kijk, okay, dan krijg je dit idee. Zien jullie dat? Dus dan blijf je de achtergrond van het plaatje blijf je gewoon zien. En is dat wit, dan blijf je wit zien. Maar dat kan wel, want dan kan je gewoon zeggen: van, Nou, ik gebruik het als een soort randje eromheen. Nu vind ik deze niet zo mooi erbij hoor, dat is Een slechte keuze. Ik moet die zijn met een witte achtergrond. Dus ik ga nog even klooien. En zo blijf je uren bezig. En dan moet je eigenlijk andere dingen doen, maar dan denk je: Oh, dit is ook wel leuk. Nou, we gaan die koe pakken. Ik vind die koeien overal ook zo leuk. Nou, invoegen. Daar is de koe. We gaan weer losmaken. Kijk, dit is cruciaal. Doe je dat niet, dan kun je er eigenlijk helemaal niks mee. Kijk, dit is mijn koe. En dan zeg ik van nou, koe, je moet kleiner, want anders dan pas je niet op mijn plaatje. En dan gaat de koe heen. Kijk. En dan kan ik hem hier bijvoorbeeld in het hoekje zetten. En dan ga ik de achtergrond van de koe ga ik een beetje bijsnijden. Je kunt ook printen hè? en zelf gewoon bijsnijden, jongens. Krijgen we nou? Mijn koe weg. Maar nou, dat is de koe terug. Kijk. En als ik hem nu heb, zo heb, dan moet je even goed kijken. Maar dan kun je ook later zeg maar doen en zeggen: van nou, Ik wil hem nog wat kleiner. Dus je kunt blijven veranderen. Zeg maar, nou, ik vind die koe zo mooier. Ja. zo zie ik. Heeft Christie zelf ook heel veel plaatjes. Maar dan moet je natuurlijk wel de kleurtjes, zeg maar, mooi bij elkaar zoeken. Nou, dan uh, ja, kun je dat gewoon opslaan. En ik zou het in geval, Ik sla het altijd in twee, op twee manieren op. Ik sla dit op als Word-bestand. Dus een kopie opslaan. Um, dan ga ik hier zeggen: uh, FB2, FB2 opslaan. En ik kan hem opslaan als. JPEG. Ah, sorry, ik haal alles door elkaar, jongens. PDF. Ja? En als ik hem als PDF opsla, dan kan ik niks meer bewegen. Dus als jullie dat. Van mij zouden krijgen. En je print dat uit. Komt het er gewoon precies zo uit. Zie, het ziet er toch wel mooi uit jongens. Of niet? Ik vind dit zo mooi. Die goud damast. Weet je. Ik gooi wel een paar van die goud damast. Uh, mag officieel niet. Maar gewoon zo. Uh, naar jullie toe. <laughs> of ik doe, maak er wat, wat afbeeldingen mee. Aanpassen om de hoorbaarheid van het geluid te verbeteren. Nou. Mijn uh, Siri zegt iets. Nee jongen. Hoeft niet. <laughs> ik uh, Maak een paar van dit soort plaatjes en dan zet ik ze er in Word neer. En dan kunnen jullie deze eraf halen en daar je eigen afbeeldingen in doen. Dan hou ik me toch aan de regels, begrijpen jullie? Ik wil niet uh, dingen doen die niet mogen. Goed, nu ga ik het volgende doen. Ga ik naar Word. En nou... Um, doe ik deze dicht. En nou ga ik weer naar Word. Dan ga ik hem openen. Dan zeg ik van, ik wil een... Uh, Openen, niks leert document, En dan ga ik deze openen. En dan kan ik, zien jullie, nog weer. Ook al is hij opgeslagen en ook al hebben jullie hem van mij, zeg maar, gedownload, de, het Word-document kan je blijven bewerken. Dus jij kan zeggen, stel dat jij deze van mij krijgt. Dan zeg je van, oh, niks, ik gooi er die, die vaas af. En ik wil er iets heel anders op hebben. Ja, ik ga gewoon een vlinder zoeken. Dus jullie kunnen de bestanden die je van mij krijgt, als ze een Word zijn, kunnen jullie naar eigen believen zeg maar aanpassen. Ik denk dat is toch ook wel aardig om te weten, of niet? Ik ben nog aan het zoeken dan. Oké. Okay. Um, bloemen hebben we gehad net. Gaan naar dieren. Even kijken. Butterfly, but flowers. Sublimation. Ja, zij noemen dat allemaal sublimation clipart. En ik snapte echt niet wat het woord sublimatie... Ja, sublimatie, maar daar bedoelen zij mee dat je dat, dat, dat een, een, een zonde, zeg maar, een achtergrond is. En dat je dat kunt drukken op vazen en op tassen en op kleren en op kussens. Je ziet er van alles en nog wat mee. Dus dat als je met textiel kan printen, dan kun je deze afbeelding ook gebruiken. Nou, we pak gewoon even een leuke vlinder, zien jullie? Met, uh, met bloemetjes erachter. Soms kun je hem hieronder niet zo goed vinden, hè? Dan doe ik gewoon heel even. Uh, pak ik hem aan. en dan, dan maak ik hem een beetje schuiner. Dan kan ik makkelijker dit ding pakken, zie jullie? Deze gingen we pakken. Ja, nou ga ik hem. oh, hij mag mooi schuin zijn. Ik ga hem wat kleiner maken. En hij gaat hierop. en dan nou vind ik hem niet. heel even kieken, kijken. kijken. Kijk, je kunt niet zoals ik gedaan heb, dat zo doen. Dat kan wel. Dan print je hem gewoon uit. Hier kun je hem draaien. Hè? Hup. Dan print je hem uit. En dan knip je het er gewoon af aan de zijkant. Zien jullie? Als je niet... Uh... Hoe was het ook alweer? Van niet slim of zoiets. Als ik dit nu print, ja dan moet deze kleiner. Hè? Snap je wel? Want dan heb ik hier... ik gooi ik deze er even af. Dan kun je hem straks zo afsnijden. Dan kun je dus toch met Word oefenen om zelf van die dingen te maken. Heb je een fotobewerkingsprogramma? Eh, dan ga daar lekker mee aan de slag. En dat fotoper dat ga ik mezelf nog eigen maken. En als ik dat goed weet, dan zal ik daar ook zeker weer een, uh, een live mee doen. Goed, ik kijk even of er nog vragen zijn. Waar koop jij die achtergronden? Nou, ik heb een abonnement op Creativa Fabrica. Dat Creativa Fabrica is een website waar je dus. Uh, ja, dan moet je van 80 of 90 euro per jaar betalen. En dan kan ik al die plaatjes zeg maar gebruiken. Vlinder, ja. Beertje is ook leuk, Tony. Ja. Nou, ik doe nog één beertje dan. Huppatee. Even. even kijken, wat was het ook alweer? Ik heb heel veel leuke beertjes. Um, maar, uh, Ria. Je kunt gewoon die achtergronden ook bij... Um, Christy heeft heel veel mooie achtergronden. Dus die kun je gewoon bij Christy oppakken. Want dan zijn ze gratis. Kijk, als jij er een... Um, de, en dan mag je zelfs ook nog verhandelen. Het is. Dat was even een slokje, jongens. Ik heb spraakwater nodig. Ik ging hier nog even een beer doen. Ik laat je zo even bij Christie zien dat ze ook achtergronden heeft. Kijk, ik mag die achtergronden niet in Nederland zo met liefde en plezier doen. Dat weten jullie. Beertjes, hè? Bear wearing clothes. Nou, kijk toch eens. Pak gewoon even de eerste. Wat een leuke beer. Vrijmaken. Ja. Kijk nou hoe leuk die beer is. Yes. Hij wordt kleiner. En hij komt erop. En het leuke is, inderdaad zien jullie dat die achtergrond er niet is. Hoe fijn dat is. Zo. Zien jullie? Nou, dan heb je toch ook weer een hele... Even groter maken. Ach. Oh. Zien jullie hoe leuk die is? Leuk beertje, maar of die nou bij de gouddamast past, dat weet ik niet. Daar heb ik veel mooiere achtergronden voor. Die achtergronden die ik had gebruikt, deze, die zal ik er straks opzetten voor jullie. Met dit beertje en dan in een Word document, dan kun je zelf die achtergrond laten gebruiken. Dit schaduw of dat, dat, dat ver, ver, vervaagde, dat doe ik ook weer met die foto bewerken. Dat is dan een soort fotolijst. Dus ik heb hem eerst allemaal met dat donkere blauwe. En dan zeg ik dat ik die fotolijst eromheen wil hebben. Nou, dan krijg ik dit vage en een wit randje. En dan kan ik die, pa, of die zebra in dit geval op de juiste formaat, zeg maar, maken. Ik doe ook heel vaak, werk ik met randjes. En dan hoef je zelf niet al die papiertjes eronder te doen. Vooral voor mensen die zeggen van, nou, de kaarten worden allemaal zo duur met al die papieren eronder. In dit geval, bij bijvoorbeeld deze birch, uh, hoe heet het nou, beach babe. Heb ik deze randjes. Alleen de lichtpaarse. Dat is een papiertje. En de andere zijn allemaal randjes die ik er zelf digitaal. Naast, achter heb geplakt. Dan weet ik niet of je dat in Word kunt doen. Dat is te lastig, denk ik. Goed, ik ga heel even. Uh, wat ging ik nog meer doen? Ik ging een achtergrond zoeken bij Christi, hè. Gaat dit weg? De beer gaat weg. Ja, hij is zo ook schattig, hè. Ik zal wel wat dingen met beertjes maken, ja. Um, invoegen. Afbeelding. Dit apparaat. Ik doe hem even weer uh, luid op. Bureaublad. Christy, waar ben je? Oh ja. En achtergronden, hè? Ja, hier heb ik achtergronden van Christy. Oh, deze heb ik toen gebruikt voor elfjes. Dat was zo leuk, deze. Zal ik die eens pakken? En kijk, ze heeft veel meer achtergronden nog. Moet je maar eens kijken. Nou, het zijn vaak wel een beetje crunchy. Alhoewel deze zijn ook heel leuk hoor. Pak deze even. Nou. Moet je gewoon even zoeken bij haar. Op oh, background. Zie je? Deze is hartstikke leuk. Ik ga hem even weer op maat maken. 14,5. 5. Doe wel de CD bij die niet, anders dan past die niet. Ja, dat is deze. Goed. En dan gaan we invoegen. Afbeeldingen. Dit apparaat en dan heeft Christy vaak geen, um, nou, hoe heet dat, niet de PNG. Zij heeft namelijk de JPEGs. En dan zal ik die elfjes eens even laten zien. En volgens mij moet ik heel even kijken of deze een JPEG, JPEG, JPEG. Oh nee, sorry mensen. Als je dit ziet, dit zwarte is geen zwart, maar het is een programma wat, wat uh, PNG-bestand is. Zie je? Je kunt het zien hier rechts, hè? Ik, weet niet, ik zal het even laten staan. Itemtype staat er PNG. Dat zwarte is dus transparant. Doorschijnend. Mensen zeggen: oh, ik heb een zwarte achtergrond. Nee hoor, dat is transparant. Ik ga dit elfje pakken. En dan kun je zien. Nou, ik doe de koe even weg, jongens. Die mag ik even verdwijnen. Die hebben we gehad, hè? Kijk, dit is het elfje. Maar ook bij het elfje zie je weer dat ze. Oh, even losmaken. Zie je, dan wil je schuiven en nou dan lukt dat niet. Dan weet je gewoon dat je dit nog niet gedaan hebt. Ook het elfje heeft heel veel wit. Dus zou ik meerdere elfjes naast elkaar willen zetten, dan lukt dat gewoon niet. Dus ik vaak snij ik ze even bij. Zie je, dat doe ik weer dit. Totdat ik weer zo'n ja, zo soort beiteltje krijg. Dit. Dit. En boven mag je ook nog wat weg. Dat. Onder, zie je dat? Ik geef ze ook nog te veel ruimte. Zo. Nou, heb mijn elfje. Gaat één. maar dat is natuurlijk veel te groot, dat elfje. Dus dan kun je dat met de uh, centimeter doen. Maar ik doe het zelf vaak dat ik zo aan trek. Nou, kijk nou eens hier hoe gezellig dit elfje. Mag ik misschien iets groter? En dan kan je er nog een ander elfje bij zetten. Dus je denkt, nou, vind het wel gezellig om die elfjes met z'n tweetjes te hebben. Dan gaan we weer naar mijn apparaat. En wat zal ik dan nou doen? Zijn allemaal nou die staande elfjes? Hè? Of heb ik die zelf nou vrijgemaakt? Ik heb jullie al eens een keer laten zien hoe je uh, nou, ik kijk of ik hem zo... hoe je de achtergrond kunt verwijderen. Hè? Op de iPhone of op de andere telefoons ook. En daar heeft Christy ook een programma voor. Dat heet Erase Background of zoiets. Eens dus kijken of dit lukt. Hij is toch transparant, dus je ziet het niet. Zo. So, nou, Deze mag nog ietsjes. Deze weer accentueren. Nou, kom op. Even deze. Die mag iets opschuiven. Want dan staat zij er zover voor. Nou, kijk, daar heb ik twee elfjes op dit plaatje. En dat kan ik natuurlijk ook weer van alles en nog wat mee doen. Je kunt het zo doen. Zie jullie dat je dus ook op in Word programma's over elkaar kunt maken? Wat heb je nodig? Een achtergrond, een background. En je hebt een bestand nodig in PNG. En ik ga nu even nog één ding laten zien. En dat was een. En dat heet Erase. Remove Background heet het. Zie je dat? Deze. Daar komt hij aan. Dit is het programma. Dat heet dus Erase BG. Dat wil zeggen verwijder de achtergrond. En dan krijg je hier upload een image. Nou, we gaan een image uploaden. <laughs> Elfjes. We gaan gewoon deze elfjes, nou Die zijn niet zo duidelijk, want er zit niet zoveel achter. Nou, pak je hier wat? Wat pakken we? Of wil je zo'n flamingo proberen? Of ik daar de achtergrond achter kan krijgen? Nou, ik zeg je moet even wachten, dat duurt natuurlijk. Even. Als je betaalt gaat alles veel sneller. Maar ik heb geen zin om al die programma's te kopen. Ik heb er al zoveel waar ik nooit zo hard mee doe. Even intussen kijken wat jullie allemaal aan het doen zijn. Ach, Ria, ga je printen maar even halen als je niet verder in de buurt zit, hè? Ja, Ina, het is zo leuk. Ik, ik heb helemaal geen zin meer aan kleuren of iets anders. Ik vind dit zo leuk. En ik vind het ook heel leuk om het jullie uit te leggen. Dus mochten er vragen zijn... Ik heb het liefste dat je de vragen stelt in die creatieve ruimte. Want dan heeft iemand anders er ook nog wat aan. Kijk, ik denk dat ik al wel twintig, al wel dertig persoonlijke berichtjes heb moeten sturen over het papier... Nou staat bovenaan in de groep staat precies in welk papier ik gebruik. Kijk nou hier. Maar nou heeft hij het iets te veel gedaan. Want zien jullie, bij het rechtse plaatje heeft hij ook helemaal geen hoofd meer, volgens mij. Maar goed, dat maakt niet uit. Ik ga kijken. En dan zet ik hem hier even neer. En nu sla ik hem op. En dan geeft hij vanzelf dat het een PNG-image is. Dus dat doet dit programma vanzelf. Nou, dan ga ik weer even terug. Nou, ik doe hem uit deze. Huppatee. En dit moet weg, want anders kan ik niet meer zien waar ik bezig ben. Ik ga weer naar Word. En ik gooi even mijn elfjes eraf. Jo, ik moet heel raar werken. Met mijn arm over mijn dingen heen. Goed. En dan gaan we invoegen. Kijk, bij FB ga ik heb hem staan. Hè? Nou, ik uh, lees dat mensen duidelijk vinden. Nou, blijf toe. Ik doe mijn best, meer kan ik niet doen. Maar ja, hier heb ik mijn flamingo. Ga ik invoegen. Nou, wat valt nog meer? Kijk, hij heeft toch nog wel een kuif. Ik dacht dat de kuif verdwenen was. Dus als jij die flamingo's leuk vindt en je wilt ze op een andere achtergrond hebben, dan kan je dat op deze manier doen. In dat programma wat ik net had, kan je ook zelf nog achtergronden kiezen. Dat zal ik zo ook nog even laten zien. Ik snij wel even bij, want dan kan ik iets makkelijker manoeuvreren. Alhoewel, misschien lukt het ook wel zo. Goed, hij moet echt wel wat kleiner, toch? Zo. Ja, zie. Kijk wat nou bij dit gebeurd is. Dat is niet goed, zien jullie? Hij is zijn hoofd is hij kwijt. Dus dat programma is iets te enthousiast geweest met de achtergrond. Je zou het ook kunnen proberen met je, met je iPhone. Die ik vind dat dat vaak nog beter gaat. Dan moet je dus dat plaatje van die. Dat um... kan ik nou niet doen, want ik heb de telefoon nodig voor uh, de. Um, zeg maar deze. Oh, wat doe ik nou? Ik moet delete. Wacht even, jongens. Um, ik heb de telefoon nodig voor de opname. Hè? Maar goed, zo doen we dus het op deze manier. Heerlijk. Leuk doen. Iedereen lekker aan de, aan, de, aan de gang. Nou, ik weet niet of jullie nog vragen hebben. Ik lees die even. Wilma, het is op zich helemaal niet zo moeilijk hoor. Gewoon mijn dingen stap voor stap volgen. En Ria, die achtergrond dat is dus van creatieve fabrica. Maar ik zal zorgen dat ik wel wat dingen maak die jullie... Um... Ja, deze is ook heel mooi. Ach, die is mooi voor een koe, zeker. Even, doe ik maar even nog een koe op. Ja, jullie behouden me lekker bezig, hè? Ik doe niet liever, want ik moet eigenlijk ruimen. Ik ben nog steeds in mijn garage aan het ruimen. Volgens mij kom ik nooit een klaar, maar goed. <laughs> um, nee, niet van Christi. Ik pak ze dan van die creatieve aan. want die is P&G, hè? Dieren. Gaan naar de koeien. Kauw, kauw. Cute kau. Kauw. Ah, die wel leuk! Koeien in emmertjes, zie dat? Daar is die. Ach, wat schatje. Die zijn zo leuk. zo leuke koeien. Nou, die koe mag ook kleiner dus. Die staat in het emmertje in de wei. Gaat de koe weer naar boven. En zo zie je dat hij nog te groot is. Alhoewel, het is maar net wat je wilt op een kaart, hè. Zei dus ze van nou, ik wil hem toch nog ietsjes kleiner. Nou, moet je eens kijken hoe gezellig, kaart, hoe gezellig kaartje dat is. En als je dus in die Word bestand, dan kunnen jullie je koe eraf halen en er een, een kip op zetten. Of iets anders wat je leuk vindt. Grappig is dit, hè? Ik ga nog wel weer, uh, weer bezig, want ik kan daar gewoon niet mee ophouden. En ik zet alles maar uh, bij jullie neer. Als je het niet leuk vindt, nou heb je pech gehad, dan uh, hoef, kun, hoef je niet te kijken, hè? Niemand is verplicht om bij mij op creatieve ruimte te kijken. En ik doe gewoon lekker wat ik zelf <laughs> geweldig leuk vind. En uh, ik ben heel benieuwd als jullie de kaarten mee maken, laat me dat dan eens zien. Weet je waar ik ook zo enthousiast voor ben? Dat zijn deze, die, die, die meisjes, hè? die Boho Girls heten ze. Dat is van Christy. Moet je eens kijken hoe mooi. Daar kan je zulke mooie dingen mee maken. Ik heb daar zo van die leuke stand van Studio Light. Dit, uh, dit boekje, als het ware, je zou er nog een groter boekje van kunnen maken. Je kunt heel veel van deze dingen uitprinten. Ik plak ze tegen elkaar. En ik doe daar dan allemaal deze leuke meisjes bij. Nou, ik is dan een schattig boekje. En ze hebben we ook zo van die baby's. En, en, Nou, ik weet het allemaal niet wat ze hebben. Heel veel. Ik heb er denk ik wel honderd uitgedraaid liggen hier. Even kijken, want ik heb er hier. Oh, hier heb ik ook heel leuk op dat canvas weer geprint. Kijk maar eens hoe mooi dat is. Die rechts, dat is een hele moderne voor degenen die daarvan houden. Nou, ik vind hem wel heel fris, heel leuk. Het jongetje is ook schattig. Nou, dan hebben we hier de, de kerstmuis. En hier de vuurtoren. En dit is allemaal op canvas geprint. Hè? Ja, en dit zijn die vintage plaatjes. Die, uh, ja die vind je bij iedereen hoor. Ik, bedoel, ik denk dat die gewoon royalty free zijn. Want die zie ik op allerlei Pinterest-dingen. Pinterest, uh, er Pinterest, zijn mensen die gewoon de plaatjes daar afplukken en ze dan publiceren en daar kaarten van maken. Eigenlijk mag dat niet, hè, want die platen zijn ook Pinterest is copyright. Dus daarom heb ik me aangesloten en heb ik maar wat geld besteed. Aan dat uh, programma wat ik nu heb, of dat die, die site die ik nu heb. Want dan kan ik gewoon uh, downloaden en het ook er wat van maken zonder dat ik daar moeite mee krijg, want dat wil ik niet, hè. Goed, nou, ik heb geen vragen meer, ik heb eigenlijk niks meer te vertellen. Het wordt leerzaam, ja, ik steek er wel te heel veel tijd in voor jullie. Maar ja, dan denk ik van ja, nou, ik kan er niks aan doen. Ik doe het graag. Ja, die stand is leuk hoor. Ina, heb jij die stand met die, die boogjes? Maar Studio is zo schattig. Daar kun je zulke mooie kaarten mee maken. Ja, hier heb ik er nog eentje gemaakt, maar die is dan weer van uh, Pronti met dat papier. zijn heel leuk. Maar ook deze kaarten, jongens. Het gewoon, want Ik moest toen een hele productie maken. Het is gewoon hartstikke simpel. Zie je, het zijn allemaal van Christy. Dan ja, print ik ze twee keer uit en ik doe ze in 3D. Zie je dat, die Vlinder? En het bloemetje ligt er bovenop. Een hele serie hiervan gemaakt. En ja, zo heb ik bakken vol met kaarten intussen. Maar ik raak ze binnenkort alweer kwijt. Kijk, hier heb ik Happy Birthday opgezet. En die koei blijft, die die blijft bij mij favoriet. Is dat is wel schattig. En dan hebben we ook nog die koeien, met die ballonnen. Volgens mij heb ik hier nog wat. Dat zijn die meisjes weer. Kijk, hier heb ik ook zelf bij Christy dat meisje gepakt. En daar heb ik de achtergrond van verwijderd. En die heb ik op deze achtergrond gezet. En ik heb er nog vlinder op gedaan. Dit is gewoon experimenteren, hè, jongens. En dan printen en dan. Uh... Oh, wegsturen, dat? <laughs> Kijk dan. Marianne, die, uh, Marianne Rijksberg had zo'n leuke postzegelstand van SysX. Ja, moest ik natuurlijk ook hebben. Dus die heb ik dit meegemaakt. En dan kun je op die vlakjes kan je nog weer wat tekstjes zetten. We denken aan je van harte beterschap. En dan die koe in 3D erbovenop. Nou, wat heeft die koe leuk vindt, dat zien jullie wel. En zo heb ik bakken voor mijn kaarten. En mijn man vindt het heerlijk, want dan heeft hij een kaart nodig en dan gaat hij weer zoeken. En dan uh, regelmatig gaat er ook weer een serie weg. En zo houden wij ons lekker bezig, dames. En ik verveel me geen moment. Nou. Ja, wat ik wel leuk vind als jullie wat maken, dan heeft gewoon nog even lekker plaats. Dan weet ik ook dat ik het niet voor de katten, weet je wel, doe, hè. Dat ik het gewoon, dat, dat jullie er ook wat mee doen. Ja, blij met de uitleg. Ik hoop dat het lukt. Ja, mensen. Um, die geen uh, laptop hebben en geen Word. dan is het wat lastiger. Die mensen kunnen gewoon rechtstreeks vanaf hun telefoon. het. het. Ja, hoe heet dat ding nou? Het, <laughs> de PDF die ik geplaatst heb, dan uitprinten. Je klikt erop, dan komt die tevoorschijn. in bestanden. en dan kun je hem uitprinten. Dus. dat is uh, voor jullie een mogelijkheid. Ik probeer het zo voor iedereen naar zin te maken. En dan vraag ik ook wel eens: van hoeveel wil je er op een vel? Nou, dat maak ik ook in orde. Goed, dames, ik wens jullie dan fijne middag. Ik ga zo naar Eindhoven, naar mijn kinderen en kleinkinderen. Mijn man die is daar al, die is daar de hele dag in de tuin bezig. Dan heb ik gewoon een vrije dag. Ik <laughs> Daar kennen vrouwen die de man de hele dag thuis hebben, die weten wel wat ik bedoel. Dan kan ik gewoon lekker doen wat ik zelf wil. Dat kan ik anders ook? Nou, het, klinkt, het is toch anders. Goed, ik ga een kopje koffie zetten, een kopje thee. En ik ga lekker uh, zwemmen of wielrennen, nog even kijken. Fijne middag en ik was blij dat ik het weer eventjes kon doen. Tot ziens.